vandaag zitten we in Hide and Seek, waarbij vandaag ik nog niet it ben. En ik hoop dat ik het nog ga worden, want ik wil ook graag gaan zoeken. Maar vandaag zijn we in een soort hobbykamer en gaan we ons verstoppen voor de it guy. Ik noem hem gewoon lekker zo. De eerste persoon is al gevonden, zoals je kunt zien. Ja, mijn facecam staat er denk ik voor. Oké, het wordt spannend. Weet je, zeker als je alleen bent. Dan denk ik, is het misschien een domme plek waar ik sta? Misschien ziet hij mij wel. Misschien is hij onderweg naar mij. Oké, dit meisje staat hier. Oh, er zijn twee mensen naast mij. Ik heb het gevoel dat hij de ladder overkomt. Gaat hij de ladder over? Ik heb geen idee. Hij gaat de ladder over! Oh! Ik moet zo snel hiden. Kan ik hierover? Hij is hier! Ik spring in 3, 2, 1! Oh, ik heb het overleefd. Er is nog iemand gevonden. Oh, hij is daar! Nee! Nee! Ik ben zo bang. Oké. Ik denk dat hij hier naar beneden kan vallen. Dus ik denk dat ik een slimme tactiek ga doen. Waar is hij? Oh nee, hij gaat die kant op. Hij is echt letterlijk naar mij aan het zoeken. Ik weet niet of hij mij heeft gezien, maar we hebben nog een minuut over. Is de kans dat we het overleven groot? Matig. Want een minuut kan nog veel gebeuren. En ik weet niet of hij achter mij aan zit. Dus ik ga achter deze doos staan en kijken of hij mij vinden kan. Het maakt niet meer wat er gebeurt. Hij weet het ook van zichzelf. Hij is nog aan het zoeken. Maar in 3, 2, 1 zijn we veilig. We did it. Wij hebben de eerste ronde overleefd. Dit zijn andere mensen die het hebben overleefd. En we zijn aangekomen. Dit is it voor vandaag. En we zijn in de garage aangekomen. Kijk eens aan. Superleuk, denk ik. Ik bedoel, we moeten veilig zijn. Hey, kijk, dit is al een plekje waar je prima kan staan. Ik heb geen idee, maar dit is een plekje waar je al prima kan gaan zetten. Oké, we moeten over de flessen van olie. Er zijn letterlijk al 3 mensen gevonden. Nou, 3 minuten. Ik heb eerlijk gezegd, niet echt. Ik ben altijd heel positief van mezelf. Oh, ik zie letterlijk voor de eerste keer dat je nu ziet hoe dicht iemand van jou is. Ja, 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 daar is ze. In 3, 2, 1. We did it. Nice. En nu ga ik proberen. Oh, en nu ga ik proberen om zelf de it girl te worden van vandaag. Ik wil iedereen vinden. Oeh, dit is een hobbykamer. Heb ik deze al gehad? Ik heb geen idee. Maakt niet uit. Ik vind het in ieder geval leuk. Ik heb een bed bij mij bij. Mijn nieuwe vriend. Want die kon je gratis gewoon met je credits gaan kopen. Ik ga kijken of ik bij deze nog 1 keer kan winnen. Want ik vind het best wel leuk om te winnen. Ik vind het jammer dat ik niet ben gekozen als de it girl van vandaag. Maar ik ga sowieso, als jullie deze aflevering leuk vonden, hier een deel 2 van maken. Waarbij ik de mens ga zoeken. Want ik geloof ook dat ik hier goed in ben. Nou goed. Wat ik in ieder geval wel weet, is dat ik goed moet zijn en mij moet verstoppen. Maar misschien is het wel een slim plekje. Dat ik mij hier in het hoekje zet. Daar kan ik altijd eraf springen als ik wil. Ja, ik denk dat het slim is. Wacht, hier zit ook een meisje. Geef me verstopplek niet af. Zeg het niet, doe het niet. Oké, waar is it? Het is best wel druk, dus je kunt niet heel goed zien. Maar in mijn geval is het een voordeel. Nou, dit is dus bed. Geef hem een naam. Een mooie naam. En laat dan ook ineens weten of jullie denken dat ik deze ronde ga winnen. Want ik sta niet echt op de beste, mooiste plek, vind ik zelf. Even kijken. Is de kust toch veilig? Ja, dat ziet er wel van uit. Oh, daar is hij! Op de fietsenband. Hij is aan het loeren. Ik ga mij heel snel verstoppen. Ik wil niet gevonden worden. Nee, nee, nee. Oké, hij loopt hier in het klein. Je kunt het bijna niet zien. Maar hij loopt daar. Dus ik doe het goed. Ik ga misschien op de stoel gaan staan. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ik wilde niet op de grond zijn. Oké, er is iemand gevonden al. 9 van de 11 mensen zijn nog over. Weet je, ik loop nu helemaal boven. Op de boekenkast. Roblox boekjes lezen. En, oeh, Galaxy Zack. Hello. Oké, ik ben helemaal in de war. Oh, hij is hier. Oké, hij komt. Hij komt. Ik moet heel snel springen. Oh, wat is hij? Hij komt, hij komt, hij komt. Nee, 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 hij gaat verder. Hij gaat verder van mij vandaan. Dus ik denk dat hij de andere kant... Hij loopt de andere kant op. Weet je, ik ga hierin verstoppen. Ik ga naar boven. Ik vertrouw het niet. Oké, heel snel op met vleermuis. Ik hoop dat vleermuisje me echt... niet verklapt vandaag. Kijk, ik vind dit een goed plek. Kan ik mooi uitkijken. Hij komt. Oh, nee. Oh, freaking no. I don't think so. Oeh. Bam. We vallen naar beneden. Waar is vleermuisje? Oké, iemand heeft een game gelefd. Dus dat is niet iemand die heeft gevonden. Maar hij zit wel op mijn hielen. Nee, hij gaat verder. Hij gaat verder. 185 stuts. Oké, hij komt dichter. Hij gaat weer verder. Ik vind het toch wel spannend. Dan weet je niet welke kant dat hij op. Hij kan verder gaan in links, rechts, van voor naar achter. Je weet het eigenlijk niet. We hebben nog 1,5 minuut. 8 mensen over en it guy is daar. Ik ga me toch verstoppen. Weet je, ik vind het eigenlijk wel spannend. Misschien moet ik, weet je, de laatste minuut ga ik gewoon achter hem aanzitten. Ga ik de it guy pakken? Hij moet eigenlijk mij vinden, maar ik ga hem vinden. Oké, hij is heel ver van mij, zoals je kunt zien. Ik zie hem wel, maar het is ver dus. Oké, de laatste minuut is ingegaan. Ik ga het gewoon lekker spannend maken, want dat vind ik wel leuk. Een beetje uitdagen. En kijken dat ik alsnog niet gevonden word. Oké, hij hoort, komt heel dicht. 10 seconden, mij haal je echt niet meer. Straks gaat hij mij nu hier pakken. Nee, hij ziet me echt niet. Hij is zo druk
bezig met andere mensen dat hij mijn letter niet heeft gevonden. En ik heb het gewoon weer gehaald. Eén keer heb ik het niet gehaald, maar I freaking did it. Als eerste, je eindelijk. Ik vond het superleuk. Het woord van vandaag is verstoppertje. Want ik ben de beste met mijn verstopplekjes. Ik heb het supergoed gedaan. Wil jij ook dat ik even mensen ga zoeken de volgende keer? Laat het weer in de comments. En ik zie jullie graag de volgende keer terug bij een gloednieuwe video. Adios!